Hallo, leuk dat je kijkt. Ik ben Tom Lossing, beursbox.nl. Ik ga het vandaag hebben over de aankoop en verkopen van Warren Buffett. En dan met name in de bankaandelen. Want Warren Buffett heeft namelijk bekendgemaakt dat hij de aandelen Wells Fargo nu definitief en volledig verkocht heeft. En ja, juist dat is opmerkelijk. Want hij is namelijk al, nou, ik dacht al 30 jaar aandeelhouder van Wells Fargo. Hij is heel boos geweest over het schandaal een paar jaar geleden. En eigenlijk is het een haat-liefde-verhouding gebleven. En uiteindelijk heeft hij nu besloten om alles te verkopen, nu we een nieuwe CEO hebben. En ze besloten hebben binnen de bank dat die CEO vanaf een andere plek dan dat hoofdkantoor mag werken. En dan had hij zoiets van, ja, dat is waanzin. Dus nou ben ik het helemaal zat. En hij is dus afgestapt van zijn bezit. Ik ga eventjes naar Financial om te kijken hoe dat eruit ziet bij Wells Fargo. Nou, we zijn hier bij Wells Fargo. Het is een aandeel van, of een bedrijf van 165 miljard dollar. Dat is nogal wat. En we zien op de 6 maanden grafiek dat de laatste maanden slecht is gegaan. Of dat mede komt door die verkopen van Warren Buffett, ik weet het niet. Want verhoudingsgewijs had hij niet meer zoveel aandelen. Maar ja, bij Warren Buffett is een paar aandelen nog altijd vaak honderden miljoenen of zelfs in de miljarden. Maar hij is in ieder geval uitgestapt. Maar je ziet, het is de laatste tijd niet erg best gegaan. Het bedrijf zelfs, koers-winstverhouding van 9, is niet veel. Dus het is niet zo duur. Een dividend van 2,37% is ook aardig. Kijken we bij de cijfers, dan zien ze dat het toch heel behoorlijke cijfers zijn. Hè? Profit margin 25% is heel netjes. Operating margin 34% netjes. Return on assets 1,15%. Ja, dat is natuurlijk wel heel laag. Return on equity 12%, moh, kan er ook mee door. Maar dan de short 0,9%, net iets meer dan mij lief is. Maar ja, we hebben gezien, die koers is al een hele tijd aan het dalen. En nu bekend is geworden dat Warren Buffett geen aandeelhouder meer is, zal dat alleen maar erger worden. Want er zijn ongelooflijk veel beleggers en beleggingsfondsen die hem volgen. Dus ik denk dat dat voor Wells Fargo geen goed bericht is. En dat dat aandeel de aankomende tijd verder zal dalen. Nou, gaan we naar het andere aandeel waar hij dus juist nu in is gestapt. Dat is Citigroup, code C. Dat is een kleinere bank, 99 miljard is het waard. En kijken we naar de 6 maanden, dan zien we dat dat ook omlaag is gegaan. Maar we zien ook hier net het laatste stukje, dat is de bekendmaking van Warren Buffett. Het aandeel is gisteren 7,5% gestegen. En dat is puur en alleen te danken aan de bekendmaking van Warren Buffett. Want nu gaan dus heel veel beleggingsfondsen, heel veel beleggers gaan nu in Citigroup, omdat Warren Buffett dat ook heeft gedaan. Is dat terecht? Dat is de vraag die voor ligt. Koers-winstverhouding is 6. Dat is lager als Wells Fargo, dus dat is heel netjes. Een dividend 4%, dat is hoger als dat Wells Fargo is. Bij de statistiek. Dan zien we dat de koers-winstverhouding nu 6, maar volgend jaar 7. Dat is geen pechratio. De profit margin 25%, operating margin 30%. Dat is ja, vergelijkbaar met Wells Fargo. Return on assets is zelfs nog lager dan Wells Fargo, 0,78%. En de return on equity met 9% is ook lager dan Wells Fargo. Dus in die zin is dit minder interessant dan Wells Fargo. Dat is opmerkelijk. Alleen Warren Buffett die heeft dan nu dus gezegd, ja, ik ga eruit vanwege een gezeur met die nieuwe CEO die niet op het hoofdkantoor wil werken. Dan kijken we naar de short. Die is groter dan bij Wells Fargo, bijna 2,5%. En dat is stevig. Ja, die zitten nu wel klem, hè? Want nu het gekocht is door Warren Buffett, zitten de shorters wel eventjes met een probleem. Dat zal dus extra de koers omhoog drijven, want 2,5% van de aandelen ja, zal nu gekocht moeten gaan worden om de shortpositie te gaan sluiten. Want ik neem aan dat ze die nu wel willen sluiten, want je wil niet tegen Warren Buffett wedden. Nou, dan kijken we naar de omzet. De omzetgroei is gedaald, de winst is gedaald. Het ziet er allemaal niet zo denderend uit. Het bedrijf heeft een schuld van 488 miljard. Miljard. Dat is ongelooflijk. En ze hebben een cashpositie van 975 miljard. Wauw.
Dus dat is echt, dat zijn, dat, ja, het is een bank. Hè, in lang daarover eens zijn. Ik bedoel, die moeten met geld werken. Dus hoe is het hun geld? Dat is het niet. Het is geld van klanten heel veel. Maar goed, het is wel op hun balans. Dus het telt. Ze keren slechts 24% van de winst uit in dividend. En dat maakt dan 4%. Dus in die zin is dat wel weer positief. Maar je ziet nu aan die cijfers dat dit geen knaller is. En waarom is dan Warren Buffett daar toch ingestapt? Nou, als eerste omdat het een bank is. Hij weet dat banken in hun huidige bestel eigenlijk cashmachines zijn. Want ja, het kost ze niks om er geld te creëren. Hè, want ze creëren geld door handtekeningen van klanten. En daar vragen ze rente over. Ja, en ze hoeven geen rente te betalen aan spaarrekeningen en dergelijke. Dus ja, in die zin zijn het cashmachines. Kijken we naar de winstverwachtingen, dan is dat het ietsje omlaag gaat. Hè. 90 dagen geleden dachten de analisten nog, 20 analisten, $7,5. Nu is het 6,8. En kijken we naar volgend jaar, dan was het 8,14, is nu nog maar 7,23. Dus die verwachtingen zijn omlaag bijgesteld. Ook dat dus weer. Ja, de houders. Ja, dat zijn met name, dat kan ik wel voorspellen, BlackRock, State Street, Vanguard. Ja, dat zijn de grote jongens. Moest kijken wat voor posities die hebben. 8,5%, 8,3%, 4,7%. En dat is dan nog zonder hun beleggingsfondsen. Die dan ook nog eens een keer een paar procent hebben. Dus ja, de helft van dit bedrijf is in handen van de grootste institutionele beleggers. Is niet zo gek, want het is natuurlijk wel een systeembank in de VS. En daar hebben de grote spelers, die hebben dat. Dus daarom is dat geen verrassing. Dan, naar de grafiek. Ik heb al gezegd het eigenlijk een daling is geweest de laatste tijd. We zien nu een stijging vanwege Warren Buffett. Zou dat de koers kunnen veranderen? Nou, we zien dat bij de MACD dat al een beetje begonnen is. De TRIX lijkt ook. Dus ja, er lijkt nu een kentering te zijn. Waarom? Ja, ik zeg gewoon Warren Buffett. Als hij erin stapt, dan gaat de groep geminderd erin. Is het verstandig om erin te stappen? Ik zou het andersom willen zeggen. Is het verstandig om tegen Warren Buffett te wedden? En dan zeg ik nee. Is het dan verstandig om in te stappen? Dat is een ander verhaal, want dan moet je zelf kijken. Wil jij in zo'n bedrijf beleggen? De cijfers zien er niet goed uit. De verwachtingen zijn niet denderend. Maar Warren Buffett stapt erin. Ja, en dat is dus eventjes het punt. Ja, Warren Buffett heeft het ook wel eens mis. Niet vaak, maar wel eens. En hij zit altijd in banken. Nou, gaan we even kijken naar dit aandeel over de jaren heen, maximaal. Nou, dan zien we dus, daar zie je niet zoveel van, omdat het de laatste jaren natuurlijk zo extreem hoog is gegaan. Maar laten we kijken naar de laatste 5 jaar. Ja, dan zie je enorme bewegingen. Helaas hebben we niet 10 jaar, want dan zouden we nog grotere bewegingen zien. Maar we zien hier een koers van boven de 80 en die gaat dan terug naar 40. Dat is een halvering. Wanneer was dat? Dat was de coronacrisis in maart 2020. Ging gewoon de helft van de koers af. Vervolgens bijna terug, toch weer helemaal terug naar rond de 50. En die dip zat in de 40. In die zin lijkt het dat er niet veel neerwaarts risico is. Ik hou even lijkt. Hè? Want als de crisis in 2020 het halveerde tot 40 en nu met de nodige verwachting, maar geen crisis, zitten we al op 50, dan lijkt het dat het ergste wel geweest is. Dan komt Warren Buffett als bijna een van de eersten die zegt, ja, ik ga hier groot in. Ja, ik denk dat Warren Buffett ook heeft gekeken naar de grafiek. Hij zegt wel van niet. Hij zegt, ik doe dat op cijfers van bedrijven, verwachtingen van bedrijven. Ja, bullshit. Want dan zou hij het niet kopen, want het ziet er slechter uit voor volgend jaar. Toch? Hij moet ook gekeken hebben naar de koers. Dat kan haast niet anders. En dan is het zo van, ja, hoeveel neerwaarts risico zit hier nog in? En hij vindt het niet erg als daar een 25% neerwaarts risico op de korte termijn in zit. Dan koopt hij nog wel bij. Want hij zit er voor de lange termijn in. En de lange termijn, laat dat duidelijk zijn, bij een bank in Amerika, als er geen enorme systeemcrisis komt
en Amerika haar rol weet te houden. Nou, gezien de oorlog in Oekraïne lijkt het erop dat Amerika haar rol nog wel eventjes weet te houden. Want de wapens van Amerika zijn duidelijk ietsje beter dan die van Rusland. Dat zou betekenen dat zo'n systeembank gewoon uiteindelijk wel redt. Ja, en dan is eigenlijk een koers van 80 is zo gek nog niet. Want het is het laatst. Hè, dan was het in 2020 ook. Ik denk dat hij zelfs nog wel hoger is geweest. Als we kijken hier. 345. En dat was in... Ik weet niet of ik dat hier kan zien wanneer dat was. Moet ik hem even op fullscreen doen. Toen zaten we op een koers van 500, bijna 600. 587. Dat is dus... Ja, we zitten nu op 10% daarvan. Nou, dat is even schokkend. Ja, dit is een daling geweest, hè. 2008. De bankencrisis. En daar is deze bank eigenlijk nooit echt uitgekomen. Ja, er is wel een herstel geweest, want ze waren gedaald tot enkele dollars. Ooit. 16, ik zie het nog lager. 10, onder de 10 geweest. En nou, is die hersteld tot 51, ja, dat is, maar we praten wel over 20 jaar, of nee, minder, 13 jaar verder. Dus ja, als Warren Buffett naar de koers heeft gekeken, dan zegt hij, ja, hier zit nog wel enig opwaarts potentieel in. En ik denk dat hij er zo naar kijkt. Zo van, ja, waarom zou die bank zoveel waard zijn geweest en nu niet meer, terwijl Amerika eigenlijk nog even sterk is. China is wel sterker geworden, maar Amerika is nog even sterk. Dus ik denk dat hij daar met die lange termijn op kijkt. Dat is eigenlijk wel verrassend natuurlijk, gezien zijn leeftijd. 1 of 92 is hij. Dus dat hij naar de lange termijn kijkt, dat is wel humor. Maar ja, in die zin, het neerwaarts potentieel is gering, het opwaarts potentieel is enorm. Ja, dat is bij ieder aandeel natuurlijk, want het is oneindig hoog. Maar in dit geval is het al zo hoog geweest. Dus ja... Voor de lange termijn zou het kunnen, maar het moet wel binnen je portefeuille passen. Ik heb de aandelen niet, laat het duidelijk zijn. Ik heb ook geen vergoeding gekregen om deze video te maken. Dus in die zin, ik sta er neutraal in. Maar er is wat voor te zeggen als je dit een interessant aandeel vindt. Om te zeggen, ja, dan nu erin. Ja, omdat Warren Buffett het deed. Maar uiteindelijk moet je dat zelf bepalen of het wel binnen jouw beleggingen past. Voor mij, ik sta nu niet te springen. Het is niet iets in mijn sectoren. Ja, dus dan, wat mij betreft, het grote kans dat ik dit gewoon laat lopen. Want ik hoef niet alles na te jagen. Maar het is maar net wat voor belegger je bent. Nou, ik hoop dat je de video interessant vond. Als dat zo is, geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Log in bij YouTube, abonneer je dan. Druk ook op het blauwe belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. En ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op die gratis nieuwsbrief. Ik dank je wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!